Goedendag. Ja, niet overal begon de dag vandaag zonnig. Zeker in de noordoostelijke helft van het land was dit toch wel het weerbeeld vanochtend. Maar uiteindelijk gaat die bewolking echt wel overal oplossen. Zoals ik al zei, in de zuidwestelijke helft was die zon al aanwezig. Maar ook in het noordoosten gaat dat vandaag gebeuren. En dan krijgen we vandaag toch echt wel mooi nazomerweer. Nou, hier op het satellietbeeld zien we dat ook nog mooi. Die stratus is. is echt een dunne laag met bewolking en die gaat dan al snel oplossen. En eigenlijk zien we die opklaringen ook al boven een groot deel van Centraal-Europa terug. En daar krijgen we dus wij vandaag ook mee te maken. Een groot Scandinavisch hoge drukgebied hier ten noorden van ons zorgt bij ons voor een oostelijke aanvoer van nu nog echt wel warme lucht. Misschien vanmiddag een lokaal buitje, maar met name morgen. Flinke zonnige periode, droog weer. En temperaturen die oplopen naar zo'n 23 graden. Ook op zaterdag krijgen we nog wel met warmte te maken. Misschien tikken we dan zelfs wel een lokale 25 graden aan. Maar we zien het op de weerkaart toch ook al wel. Vanaf zondag krijgen we met een ander weertype te maken. Lage druk komt dan vanuit het zuidwesten dichterbij. En dan gaat de temperatuur vanaf dan ook wel omlaag. En krijgen we weer vaker met buien te maken. En dat is nu nog niet het geval. De temperatuur loopt vanmiddag op naar zo'n 20 graden in het noordwesten van het land. Tot misschien wel 23 of 24 graden in het midden en zuiden. In de loop van de dag ontstaan er dus wel enkele stapelvolken. Met name in het oosten en zuidoosten kan daar een lokaal buisje uit gaan ontstaan. Maar op de meeste plekken is het gewoon droog. En er waait bij dat alles een matige wind uit noordoostelijke richtingen. Vanavond komt het uiteindelijk af naar zo'n 17 of 18 graden met een mix van wolken en nog enkele zonnige perioden. Maar zodra de zon onder is, dan daalt de temperatuur uiteindelijk naar zo'n 13 tot 15 graden met nog steeds een noordoostelijke wind. Maar die is dan iets afgezwakt. Boven land is die dan zwak aan zee nog wel matig van kracht. Nou, morgen volgt dus een prachtige nazomerdag. De temperatuur loopt al gauw op naar zo'n 22 of 23 graden. Misschien starten we in het uiterste Noordoosten nog wel met wat lage bewolking. Maar die lost uiteindelijk toch ook alweer snel op. En gaat daar ook de zon flink schijnen. En de wind is dan ietsje gedraaid, meer naar oostelijke richtingen. Blijft dan matig van kracht. Dus je kan misschien voor het gevoel net nog even wat koeler laten aanvoelen. Pak ik nog even de eerste dag van het weekend erbij, de zaterdag. Dat is de laatste dag dat we waarschijnlijk met dat warme weer te maken gaan krijgen. Zo'n 22 tot 24 graden, flink wat ruimte voor de zon. Later op de zaterdag, dan zien we toch die weersverandering langzaamaan al aankomen met wat meer sluierbevolking in het zuidwesten. En dan krijgen we dus vanaf zondag dan ook mee te maken met dat wisselvalligere weertype. Temperatuur dan nog wel rond de graad of 22, maar ook al kans op enkele buien die dan gaan overtrekken. Vanaf maandag gaat de wind langzaamaan naar het zuidwesten draaien. En dan wordt beduidend koelere lucht mee aangevoerd. Uiteindelijk komen we op woensdag op slechts 17 graden uit, met dan ook flinke perioden met regen. Dus de komende dagen is het nog even genieten van het nazomerse weer, want daarna lijkt de herfst toch echt zijn intrede te gaan doen. Tot de volgende keer!